get like a hand open. Hello. Ah, okay. Vandaar dat ik hier zo vol geparkeerd. Ik heb geen idee dat het zo populair was. Ik hoop niet. Ja? Ja. Wel grappig dat nu meer mensen een idee hebben van, oh, is het zo'n soort camera? Vroeger was het van, wat is dat? Ja. Dat is niet alleen één ding, dat is natuurlijk wel even de kabel erin stoppen. Dames en heren, welkom! Nou, we zijn met een hele grote groep en we gaan een hele lange route doen. Het zijn altijd samen uit, samen thuis. Vaak met een grote groep is het wel lastiger om in een bepaald tempo te lopen. Ik zeg altijd, het is inderdaad de bedoeling. Verder hebben we zelf als idee, als jij al bij Seru Para Mira denkt van dit wordt me te veel, dan is het misschien handig om dan terug te gaan, want anders wordt die toch wel heel lang. Het zijn uiteindelijk 4 bergen die we gaan doen, met steil omhoog, steil omlaag. Er is ook een heel stukje dat je eigenlijk denkt van we zijn al bij de volgende top en dan gaat dat gewoon best wel vlak. Maar het laatste stukje zullen we ook, ik zeg bijna, glijden naar beneden in plaats van lopen naar beneden, dus dat is inderdaad ook handig om dat van tevoren te weten, dat er best wel spannende stukken tussen zitten. Yes? Ik ben Melissa, ik loop heel vaak met groepen. Elton die loopt ook heel vaak met groepen. Ik ga beginnen met voorop te lopen, hij loopt achterop, dus ik ga eerst trekken en hij gaat duwen. En ik zou zeggen, geniet ervan. En maak veel foto's. Ik heb zelf een Facebook waar ik het al fijn vind om alles erop te zetten. Dan kan de rest van de wereld ook zien hoe bonita dat zo is. Yes? Okay. En ik zal mijn foto's erop zetten, dan kunnen jullie ook zien wat we allemaal gedaan hebben en het verhaal erbij. Ja? Enjoy! Let's do it! Yes? En als er iets met esto pasa largo, ¿no? Es un camino que pensé que challenging, pero no está para IP. Alright? Okay. Yes. Y eso va a tener que stick, vamos, todo lo que va a ir. Vamos a hacer ruinas. There we go. Yeah.
In ganzenpas is dit nu. In ganzenpas. Om stijlen zijn er wel bij zich genoeg. Zo, er is ook nog eens wat anders. Loop ik achterop en jullie voor mij. Wel duidelijk, pak hier dit Ik kan me voorstellen dat ze adviseren om een lange broek te dragen. Prik, prik. Stok even douchen. Dan sla ik gewoon dat water eens eraf. Jeremy. Ja. Jullie mogen de trap op, dan moet je weer trapje bij maken.
Ja, oi, oi. Hallo, alles gut? Ja, jo. Kijk, nice. Ja. Hallo. Even kijken. Springen, hoor. Niet springen. Ik dacht even van, we hebben een cisterna onder de vloer, maar dat is het niet. Ja, kom maar niet. Van de magaan van de mijnen is er een poosje geweest. Kort hoor. Hebben ze het geprobeerd vanuit de grond te halen? Ja. Yeah. Kort. En dat hebben ze hier gedaan. Oh, dus hier heb je een regelbak, maar ik zie dat het echt helemaal dicht groeit. Ja, het is gewoon veranderd. Ja, normaal kun je hier zo langs die regenbak heb je een kraantje. Kijk, dan moet je een regenbak. Ik kan hier het overgaan. Ja, weet je wel, één was voor de opslag en één was ook voor de zorg. Waar staat dat voor? Bedoel je de boom op zich bedoel je? Sorry. Of de soort boom bedoel je? Het is gewoon zeg maar een mooie boom. Het is een soort boom. Inderdaad, het is een levensboom. Maar het is een soort boom inderdaad wat je hier ziet. Ja? Ja, dat is het ook. En die is gewoon bijzonder, of heeft hij nog een soort van, weet ik veel, religieuze betekenis? Ja, eigenlijk wel, een beetje, maar niet zo, de meeste mensen hebben het niet zo opgelegd. Nou, wel, maar ik weet niet wat je er een beetje van broeder en alles een beetje meer. Ik ben mezelf meer dan 20 jaar, ik was heel nieuwsgierig naar, maar ik heb ondertussen, mijn man is van hier van Monet, dus ik weet wel wat. Het zijn wel inderdaad verhalen. Ja, ja. Nou, door de bewoners zelf wordt wel gebruikt. Ja. Maar er wordt niet zoveel gebruikt. Oh, okay. Zal ik bedoel? Ja. Maar het is inderdaad. Ja, zoals het met die laatste verdwijning was hier gemaakt. Nee. De Nederlandse man die hier. Ik dacht daarna, zij heeft dus iemand helemaal roepen.
geesten. Dus daarom moet je ook nooit hier in lopen. Want wat er gebeurt, weet niemand, maar het zijn geesten die moslims. Maar dat is, weet je, ik weet niet of het een. Eigenlijk, veel van die dingen zijn toch een beetje. Weet je, ze willen elkaar beschermen. Dus ik weet niet of het echt. Maar ik heb wel vaker meegemaakt. Er zijn heel veel mensen die verdwenen. Ja, dan worden ze teruggevonden. Als niemand krijgt, dan moet ze een beetje. Dan moet hebben gehad in de buiten. Ja, precies, inderdaad. De laatste man. Hij ging een stukje lopen. Elke morgen had hij hier gelopen. Hij ging één keer alleen. Hij is 3 dagen later teruggevonden. Ja, dat snap je. Dus het gebeurt best wel. Ja, regelmatig. Een paar keer per jaar. Ja, ja. Dus ja, wat? Hoe dat nou zit? Ja. Maar ik ben nu dat boek aan het lezen van. Hoe is het nou? Dat gaat eigenlijk. Ja, wat dan wat trapi, wa, aan de Akinana nossa sigi. Ja? Dat gaat eigenlijk ook over. Nou, de Curaçaose geschiedenis gewoon überhaupt. En over. Ja, ook een beetje de. Hoe nu de samenwerking in Nederland is en hoe dat is gekomen. Je weet de basis wel, maar je weet niet het gevoel. Nee, precies. En dan snap je misschien ook beter hoe. Exact, waarom mensen zo doen en denken. En precies. Zo de taal is heel anders. Precies. Dus het is een hele directe taal. Hè? Ja. Dus bijvoorbeeld, mijn man was ook die, alsjeblieft, waarom? Weet je, dat soort dingen wordt niet gezegd. Nee. Weet je wel, in Portugees zeggen. Maar ik bedoel, het is niet. En voor de liefde dus, zeg maar. Ja, ik heb een man in Groningen tijdens de studie leren kennen. Die studeerde ook in Groningen. Ja. Die kwam toen terug naar Bonaire. Ik kwam van Bonaire eigenlijk. Oh, oké. Okay. Toen zijn we daar toen alweer 30 jaar teruggegaan. Oh, dus ja, ik wel. Ja. Heel goed leven, moet ik zeggen. Ja, dat zal inderdaad, ja. Maar het is weer de een vindt het heel wat en de ander vindt het niks. En dat is gewoon heel persoonlijk, weet je. Dat is vrij klein, hè? Dus dan moet je wel je eigen ding kunnen doen. Je moet het wel kunnen doen. Precies. Weet je, je moet kunnen wijzen. Gigantisch leuk. Precies, dat denk ik ook inderdaad. En, dit is de water. Ja, aanpassen. Kom met de wateropslag. Oh, oké, dit is de wateropslag. Oh ja, niet zo. Ja, we zijn wel dat aan het einde, maar we zijn niet gek van. Ja,
maar nog even aan. Je zou je staak nog wel pas eens kunnen afzetten. Thank you.
als je over die doorlopen. Ja, ik ben gewoon ben de helft te lang. Ah, ik ben vooral bukken. Ik ben benieuwd straks naar jouw filmpje. Oh, dat is meer dan bukken, dat is door de knie. Mm-hmm. Dat moet rechtop blijven. Ja. Kan niet te veel, bukken is makkelijk. Ja. Maar je merkt het hier met alle paden, hoe ze versnoeid zijn, is voor mij altijd, ik loop recht met mijn gezicht in de takken. Alle takken in. En dan met een camera op je kop, ja. Ik ga nu wel bij jou in de buurt lopen, want ik weet niet wanneer ik moet stoppen. Dat is altijd kopzorg. Oh. Mensen, ik dacht ook bij deze boom, leuk om een groepsfoto te maken. Ja? Ja, leuk om een parkje na trouwen, groepsfoto. Boom, is dat het daar met het trouwens, Tree of Life? Ja, de levensboom. Ik was hier ooit een keer met een meneer, helaas. Ja, Palo di Siafara. Of in Palo na Aki Antes, en dat we de hoezele. Maar Tracia eigenlijk, maar Burikunam plus weet dat? Kabainang, dus dat is Barataku Kueru. Deze boom werd vroeger gebruikt om zadels te maken voor paarden en ezels. Omdat het goedkoper was dan leer. En die werden dus ook gebruikt hier voor het vervoer en dergelijke. En hier hebben ze eigenlijk een dam gemaakt. Je hebt hier ineens zo'n heuvel. Dat is ook van het mangaan wat ze dus uit die mijnen hebben gehaald. Die hebben ze hier gezet om een dam te maken. En het is eigenlijk ook heel bijzonder dat deze boom het zo overleeft. Met zijn wortels. Ja. Dus dan kijk je naar een dam. Voor een mangaan kunnen zakken voor die minanang. En dat hebben ze eigenlijk een hoopie apart eigenlijk in Palu te sobre bibi. Ribadje, juist. Als je bouwt dan met die ruïne, verdorie, en moet niet kassen, maar dat niet meer. Ik denk, toen de maten dan met die nog een ruïne. Oké. Mensen, dat was de warming up. Dit was allemaal net chica en plat en zo. Yes, ik hoorde die start eigenlijk. Ja, dit was de warming up. Ja, we hebben lekker plat gelopen. En nu, dat je nu al denkt, hier rechtdoor en dan kom je weer bij je auto. Denk, ik wil het meemaken. Dat mag niet helpen. Wat is het? Oh, oké. Okay. My English is not very good looking. It's in the intensive care, yes. Melissa, dus de mijnen waren hier beneden? Nee, die waren achter die berg waar we straks gaan lopen. Ah, oké. Okay. Ja. Okay. Nee, omdat hier een dam is, dat als water naar beneden komt, komt hier vol water te staan. Ja. Dus ik had even van, misschien is dan hier beneden. Okay. Nee, de mijnen waren daarachter. Oké. Okay. Zie. Sera Gorilla. Is dit even kijken, ik zal even naar de denk bij mij. Is dit volgens mij is dat Seru. Voor ik dingen ga roepen die niet kloppen. Gaan we nog mooi staan voor een groepsfoto? Is dat para kanaan een paar groepsfoto? Van bannen naar achteren. Ja, dat is ja, ik kan het. Ja, jij
alleen maar voor blijven. Ik moet naar achteren. Maar het moet wel een beetje. Een paar bugs in de para. Ja, ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Ik heb het niet zo goed. Visto i delfini? Ah sì, bella. Je wil wat meer naar achter? Nee. Bedankt voor de douche.
Signora Badini, sì. Quanta? Allora sei rimasto in città. Allora sei rimasto in città. Allora sei grande. Ik kom voor hem. Zie ik het. Zo. Wat hé? Hey, Berg Gijs. Jorgen, hoe ben je aan het zeggen? Ik was gewoon eens een beetje lieden. Qualche cosa doen we die in een keer van weg? Bang. De passen tot de top, dan kun je bij de die omgevallen. Wat top? Niet aan, hoor. Ah, oké. Dank je. Het gaat nog net goed, denk ik, maar... Hallo? Mejor? Oké, dank je. En lenzen zullen ook wel waterdruppels hebben. Maar ja. Waarom wel boeren, maar de babbel zit aan de zo, op de chancletas. Stoer. Jenny, è nata questa bimba Mariolent? No, no? Mi sa. Ok, mi lo sa. Mi te chiede che ta. Non sa cano, oggi vai a promesa Seru, è promesa Seru con Seru para Mira. E vanda? Yes? Ando ed ene le nostre cano full ronda se ne gi, passo tu resti Seru nang, ando da ed l'asso non sa mire palma nang, se da, sa val palmen, e se ne ta, uop is unico, da su. Maioria palma a wadu tresedori in espanyol na Curaçao na iba nang dorko or na yege kinanting poco pa nang poco me kubebe esa kinan noting na la poco me kubebe DJ pero nata hopi inutsi ja ja ze zijn we gaan nu lopen eigenlijk naar de
Para Mira en dan gaan we eigenlijk al deze bergen over. En dan eindigen we uiteindelijk daar bij de Seru Bientu. Ik hoop dat dat daar iets meer wind is dan hier. En dan heb je daar hele bijzondere bomen die eigenlijk heel zeldzaam zijn. Dus die komen op Curaçao voor en Elton zegt net ook op Bonaire. Ja, Bonaire ook. En alle andere palmen zijn hier eigenlijk gebracht door de Spanjaarden, zodat er wat te drinken en eten was als ze hier aankwamen. Maar deze, die zijn van Curaçao. Per lapero. Per lapero free. 45 minuten gelopen, 1,24 kilometer. Gaaf punt heb je gezien. Heel mooi. Niet naar beneden donderen. Het is moeilijk om je op te vissen hier. Geweldig uitzicht. Als je dit straks ziet waar we al overheen lopen, dan denk je echt van, wat een helpe job. Ja, zeker. Dat is een beetje een kwast dan.
Allemaal mooie uitzichtspunten. Shalom weer op avontuur. We zijn nog niet bij de eerste top. Ja, we zijn nog niet bij de eerste top. Ja, we zijn nog niet bij de eerste top. Oké. Ik heb nog een moed nog even eigenlijk. Ja, mijn train is voor jou. Bijna letterlijk. Met pauze toch? We hebben weer nieuwe vrienden gemaakt gisteravond. Van de zonnepanelen. En meneer Kloos Koer op de Of Bobolo eigenlijk? Nee, lichter. Lichter? Ja, lichter. Ja. De Kloos Koer is mijn buurman. Ah, ja. En de lichtere ken ik niet. Ja. Dus als ik de kamer zet, dus er was geen rondje meer. Ja, zelfs als ik de bril afzet, Melissa, dan was lichter. Ja, toch? Nou, de mensen die nu aankomen, wat dan voor het resultaat? Een beetje doorlopen voor ze. We zijn weer op adem, denk ik. Trailer bij Bom. Kijk. Is lange kabiega? Enjoy a view. Un post basta.
Echt goed voor de conditie. Ik hijg al minder als het eerste stuk. Als ik foto's maak ze om bij te komen. Aha. Hele goede idee. Ik ben al met de netje bestie. Ah, dat wordt een mooie foto, Charlon. Ja. Ik wil overeind. Ik zit nog in een andere hoek dat ze niet meer zien. Ik vind deze kant echt de mooiste kant van Curaçao. Supermooi, hè? Ja. Laat jullie gewoon even stijl op de helling staan om dan. Ja. Abi? Maar dat moet dan arriveren op Facebook. Dus je moet zo in Facebook, wat daar. Het toertje daarvoor. Video op YouTube. En dus we moeten boven komen erbij, dat is heel leuk. Of ervaring. Of we meestal moeten boven portret naar arriveren daar mee, met je ervaring. Oh, welkom. Abi? Wil je voor of achter mij? Ik zei niks verkeerd over dat het niet voor Julie Chan is, hè? Nee. Ja. Maar ja, het gewoon als ze echt zou willen, de kwestie van een tijd trainen, dan doet ze het ook. Want ze brengt niet te veel gewicht mee, dus dat is nooit het probleem. En eigenlijk wat ik er toen ook al gezegd heb, toen we Santa Catarina waren. En dan zegt ze van ja, mijn adem. Weet je, als je meer loopt, dan je longen worden groter, minder probleem. De longen worden ook schoon. Hier geen vuile lucht. Meer dan de Christoffelberg, hè? We gaan het wel warm krijgen. Ik ben er maar mee.
Aha, vi sami. Vi bawa. Odin koi ko andar tar mama ya. Anda posso avere. Wel grappig. Net dacht ik iedereen een foto had, maar ze zijn nog aan het klimmen, dus ik had ze toch niet compleet. Nee. Kijk, deze boom, daar komen soms hele mooie paarse bloemetjes uit. Dus het blijken net bananen. En dan komen die steeltjes komen op paarse bloemen. Nu heb ik die paarse bloemen niet, maar soms is het hele bos vol met die paarse bloemen. Echt super mooi. Nee, dit was niks zoals jullie zijn geweest. Een typisch zo aan de baai. En na de pech. En blijf? Ik wil het checken. Zie, pero. Wat gaat u erin? Eerst dat kom ik aan keer. Zo loco. Ay no. Etin coin do solo. Etin coin do solo. Eta asma, etin asma, esa ya asma. Pero la pingo coin do solo. Gente y un do coin. Etin. Se me tocan. Angel, denk eraan dat je drinkt hè. Ja. Marina. En no te, no te. Doorkijk naar het noorden. Sambal palma. Aha. Ja, die bijzondere palma bomen en palma aan de kant aan het Seru Bientu. Sambal palma. Het is wat je zei, Melissa, het is wonderbaarlijk waar ze die muren hebben gebouwd. Ja. Dat is echt een inspanning dat je denkt, nou, gekke werk. Ik heb het nu al gek af en dan moet je ook nog die rondjes klimmen. Maar ja, je moet je geiten wel bij je houden en niet mengen met die van een ander. Relax.
E tu bem na mesa com ele, mas puta, onde é quando com ele trova e ah, onde é que Bahia Márcio.